niks op mijn scherm. Hallo, goedemorgen. Het is vandaag donderdag en wat gaan we doen, mama? Hello, good morning. Ik ga Joren naar school brengen. Het is gewoon zulk lekker weer dat ik eigenlijk wil proberen om Bart over te halen om even ergens buiten te gaan werken. Maar ik weet niet of hij afspraken heeft, dus even checken wat hij allemaal te doen heeft vandaag. Het zou wel heel fijn zijn, hè, om niet de hele dag thuis achter de computer te zitten met dit weer. Maar misschien ergens gewoon even heen met laptop of zo. Het ontbijtje van vandaag is net zoals eergisteren mijn middageten. Alleen nu heb ik wel een beetje spek erbij. Oeh, een beetje slecht, maar ja, ik had er zo'n zin in. Lekker spekje. Ik ben weer eindelijk begonnen met trainen, dus ik mag best wel... Tuurlijk, schat. Zo, Dekty is lekker mee. We hebben een perenijsje en we gaan dus nu even ergens anders aan het werk. We hebben wel al thuis gewerkt deze ochtend. Maar in mijn geval was dat niet erg geslaagd, want ineens was de helft van mijn website anders nadat ik een paar dingen geüpdate had van WordPress. Heel leuk. Dus ik ben gewoon de hele ochtend bezig met, ja, met wat eigenlijk, met dingen herstellen. Maar goed. Ik denk dat het veel te hard waait om hier te vloggen. Maar we zijn onderweg naar een strandtentje op Wijk aan Zee. Dexie, waarom moet je nou zo om me heen helemaal? Dit is een heerlijk plekje, alleen ik kan hier niet werken, want ik zie niks op mijn scherm. Oké, we zijn even verplaatst om beter te kunnen werken. Een beetje mijn beeldscherm zien. Alleen hier is er wel weer heel erg wind. Maar, ach, het is wel chill. We zijn even samen aan het koken. Het is al super laat. We moesten onszelf echt aan het koken sleuren. Jola zit boven tv te kijken. We moeten nu echt even snel eten maken, want ik moet ook nog gaan yoga vanavond. Nou ja, moet. Wil. Sorry, ik ben even heel gefocust bezig. Omdraaien van een kippetje. Dat is natuurlijk wel vaker, hè? Een kippetje omdraaien. Ik zat het precies zo aan het denken. Dus ik kan echt niet in de vlog. Waarom niet? En vanavond eten we kip. Nee, geen kip. Kalkoen. Kalkoen. Met broccoli. En ik ga nu even quinoa erbij maken. Het zou gewoon elke dag zulk weer als vandaag moeten zijn. Gewoon niet te heet, maar ook niet te koud. En je kan gewoon zonder jas. Nee, je moet wel gewoon een dun jasje aan wanneer je 's avonds bijvoorbeeld naar buiten gaat, maar overdag hoef je geen jas aan. Dat is gewoon zo lekker. En Bart zit mij nu te filmen hoe ik aan het vloggen ben, idioot. Zie ik er zo raar uit? Nee, dat is goed. Ik vind het juist grappig hoe je erbij zit. Wat sexy, hè? Hoe weet je dat? Heel erg hoe je erbij ligt. Misschien kennen jullie dat wel wanneer je zo'n broekje aan hebt. En je bekijkt het zeg maar van de andere kant. En hoe je er dan bij zit. Dat is af en toe echt een beetje
too much dat. Ik ga verder met koken. Eigenlijk mis ik wel echt komkommer. Zo, ik ga naar yoga. Ja, ik draai even deze kant op, want Bart staat in zijn onderbroek. Yoga was weer heerlijk. En ik neem even een shakey. En dan morgenochtend weer billen trainen. En we gaan morgenavond trouwens ook naar Wonder Woman in Pathé IMAX Arena. Dus dat is ook wel even super leuk. Zal ik zeker wel even aan jullie laten weten hoe de film was. Ik vind het wel cool. Weer eens een keertje een Marvel. Vind ik eigenlijk al. Is dit ook van Marvel of is het van die ander? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik vind het wel leuk dat het een keer een vrouw superheld is. Niks kan natuurlijk beter zijn dan Guardians of the Galaxy. Echt serieus. Mensen, als jullie nog niet naar Guardians of the Galaxy 2 zijn geweest, ga. As soon as possible. Echt, ik hou zo van die humor. Anyway, dankjewel voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Het is 9:30, dus ik ga vast een einde maken aan de vlog. Want ik ga nu denk ik alleen nog maar even boven chillen. En even wat achter de computer doen. En daarna een serietje kijken of zo. Al heb ik niet echt meer een serie op dit moment die ik aan het kijken ben. Dus als jullie nog tips hebben. Ik zoek series die een beetje lijken op Girl Boss. Want daar had ik was maar één seizoen van. Maar ik was echt meteen verslaafd. Ik heb het hele seizoen in één avond gekeken. Dus ik zoek weer zoiets. En morgen is officieel de dag dat ik omgesteld zou moeten worden. Dus dat wordt ook spannend. Dankjewel voor het kijken naar deze vlog. Morgen weer meer. En abonneer, zou ik zeggen. Als je er nog niet bent. En anders, duimpje. Doei!